De camper staat nog steeds in winterstand, want het regent buiten. Maar ik ben toch even de camper ingegaan, omdat ik met jullie iets wil delen. Zoals ik in een video eerder al deelde, heeft een bedrijf mij benaderd voor het uitproberen van een powerstation. De EcoFlow. En dat heb ik dus gedaan. Tijdens die campertrip, maar ook in huis. En ik sta nu eventjes hier in de camper om de powerstation te gaan demonstreren. Ik zal hem er even bij pakken. Kijk eens aan. Hier, dit is hij. De EcoFlow. Is hij helemaal scherp? Is hij helemaal scherp in beeld? Het is een mooi kastje hoor. Hij is ook niet zo zwaar. Ik dacht, ik zal jullie laten zien hoe die werkt. Ik ben er persoonlijk erg enthousiast over, omdat het super handig is. Hartstikke mooi apparaatje. En wat ik hier wel mooi aan vind, is dat het gewoon een vervanging is voor je meterkast. Dus je hoeft niet ingewikkeld zo'n hele meterkast in te bouwen. En ja, ik vond het ook best wel een lastig proces, omdat ik het nog nooit gedaan had. Dus het lijkt mij best wel een oplossing voor mensen die daar ook wel moeite mee hebben, om met zo'n kastje aan de slag te gaan in je camper. Het is nog super flexibel ook, want je kan hem natuurlijk uitpakken en je kan hem lekker voor je camper neerzetten en dan heb je buiten ook stroom. Maar als we even gewoon kijken, als ik hem hier aanzet, dan zie je meteen het displaytje branden en je ziet dat ik nog 83% accupower heb. Er gaat 720 kilowattuur zit erin. Het is een lithium accu en je kan tot 600 watt kan je gebruiken. Er zit een piekvermogen op van 1200 watt. Maar je ziet hier drie USB aansluitingen. Of ja, eigenlijk vier. Dit is een USB-C aansluiting. Vind ik wel heel erg fijn, die USB-C aansluiting. Want dan kan ik direct mijn Mac op aansluiten. En hier twee USB-A aansluitingen. En hier nog een snelle lader voor de USB aansluiting. Nou, hier kan je ook nog een CarPoint sigarettenaansteker kan je hier op aansluiten. Dus alle mogelijkheden zijn er om gewoon in je camper de apparaten aan te sluiten. Maar hier aan de zijkant zitten ook nog twee stopcontacten. Dus je kan gewoon 220 gebruiken. En ik zal dadelijk wat water koken, zodat je ziet hoe dat werkt. Als we hem omdraaien, zie je aan deze kant de mogelijkheden tot opladen. En dat is ook weer via 220 kun je hem opladen. En hier zit een 25 volt aansluiting. Dus je kan hier, dit is een stekkertje zit hierbij, kan je zonnepanelen op aansluiten. En je kan hem ook via de stekker in je auto, dus de sigaretten aansteker, zo heette dat vroeger, kan je hem opladen. Dus ja, alles zit erop en aan. Super compact. Maar goed, het leek me ook wel leuk om gewoon even te demonstreren hoe deze werkt. Ik ga gewoon eventjes water koken. Dit is een, even kijken, moet ik spieken hoor, 600, oh 700, 760 watt. 760 watt. Hier gaat de stekker in. Je ziet nu dat ik nog 83% te gebruiken heb. En hier geeft hij ook de uur aan. Omdat ik nu dus niks verbruik, 99 uur. Maar als ik hem aanzet, dan aan deze kant zit dan een knopje. Hier moet ik op drukken. Het knopje heb ik ingedrukt. En nu zie je dus dat de tijd omlaag gaat. Dus ik kan hem 58 minuten gebruiken. Dus bijna een uur kan ik nu nog water koken met deze koker. En ja, ik heb er nog maar 83% in de accu zitten. Dus dat is wel cool. Het water heeft gekookt. Nu komen de dampen af. Lekker warm. Ja, je ziet, het werkt perfect. Deze zet ik even aan de kant.
Nou, zie je dus ook. Net stonden we nog op 83%, nu staan we nog op 78%. Dus ik kan gewoon heel goed zien hoe vol dat ding is. Ja, ik vind het wel fijn, wel makkelijk om dat goed te kunnen zien. En wat ik ook wel leuk vind, is ik heb een MacBook. En daar zit dus een USB-C aansluiting, zit hier alleen maar op. En dan kan ik dus direct mijn aansluiting voor mijn MacBook, kan ik hier op aansluiten. En dan kan ik ook voor mijn Mac zien, van ja, hoe lang kan ik hier nog gebruik van maken. Nou, ziet hij dus eventjes, is hij aan het zoeken. Laat hij ook weer zien hoe lang ik deze MacBook kan gebruiken. En wat ik wel fijn vind, want ik kan hem ook hierop aansluiten. Maar dit is een USB-poort die 2,5 ampère levert. En als ik dan mijn MacBook gebruik, dan laat de MacBook wel wat bij. Maar op het moment dat ik hem gebruik, verbruikt hij meer dan dat USB-poortje kan leveren. En bij deze is dat dus niet het geval. Bij deze kan je gewoon lekker door blijven werken. Dus er zit gewoon meer power in. Dus dat vind ik dan ook alweer een fijn dingetje. Dus ik moet zeggen dat ik wel gecharmeerd ben van zo'n powerstation. Het is super compact. Je hoeft dus geen kennis te hebben van elektra. Het is gewoon plug and play. Het is gewoon echt zo eenvoudig als op dat knopje drukken. En dan doet hij het. En je ziet meteen hoeveel je verbruik is. Ja, mijn ervaring is dat je daar echt wel behoorlijk wat tijd mee vooruit kan. Zoals je net gezien hebt, hadden wij dus 5% van de accu gebruikt om een beetje water te koken. Ja goed, als ik hier water kook met mijn accu's die ik ingebouwd heb, dan gaat dat ook behoorlijk hard naar beneden. Dus wat dat betreft blijft dat gewoon hetzelfde. Nou heb je bij deze powerstation ook nog de mogelijkheid om er nog een extra batterij aan te plukken. En daarmee verdubbel je dan ook je accucapaciteit. Dus ook als je nog wat meer zou willen gebruiken, dan kan dat dus. En ja, je bent gewoon klaar. Weet je, je hoeft niet alles in die meterkast gaan aan te sluiten. En ja, ik heb dat zelf wel gedaan. En ik vond het super spannend. En bij elk draadje dat ik aansloot, was het weer van afwachten hoe dat gaat. Dus deze is aardig fijn om te gebruiken, lijkt mij. Wat ik dan ook nogal leuk vind, is dat ik nu een mobiele accu heb. En ik gebruik hem ook in huis. Ik zit vaak bij het raam achter de computer. En ik heb hem daar bij het raam staan, omdat we daar geen stopcontact hebben. En dan kan ik mooi dus met mijn USB-C aansluiting direct in de accu. En kan ik echt heel lang vooruit met die accu om mijn computer daar te gebruiken. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat die daar dus nu elke keer staat ook. Wat mij ook wel een fijn gevoel geeft met deze accu is dat we wat elektriciteit op kunnen slaan. Ook voor als er hier een stroomstoring is. Want we hebben een pelletkachel en die pelletkachel die heeft stroom nodig om te kunnen draaien. Dus op het moment dat er een stroomuitval is en het is winter, dan kunnen wij onze pelletkachel niet aandoen. Maar hiermee hebben we dus altijd een accu achter de hand waar de pelletkachel ook in kan. En kunnen wij dus ook, mocht er een stroomstoring zijn, de pelletkachel gebruiken. Dat is dus het gemak van zo'n mobiel powerstation. Ja, je pakt hem op en je zet hem daar neer waar je hem nodig hebt. Ja, zoals je hoort, ik ben er heel erg tevreden mee. Ze hebben mij dit toegestuurd en gewoon gezegd van ja, wil je dit testen? En als het je bevalt, ja, dan kun je het delen. En ook als het me niet zou bevallen, dan zou ik dat ook mogen delen. Maar ja, ik heb het dus de afgelopen tijd getest. En ik ben er erg enthousiast over. Ik heb ook even contact gehad met het bedrijf en aangegeven, ja, ik ben er wel enthousiast over. Ik ga er een video over delen. En dat vonden ze erg leuk. Ze hebben een pagina gemaakt op hun site. Die link die zal ik hieronder delen. Daar kun je dan naartoe klikken en daar kun je dan de beste deal krijgen als je interesse hebt voor een powerstation. Dus klik dan eventjes op die link en dan kun je ook alle informatie terugvinden over de powerstation. Oh, hij is echt niet.
Hij is echt niet zwaar, dat ding hoor. Ik kan hem ook nog als gewicht gebruiken. Ik kan ermee trainen. Dit is echt een goede training ook, dit. All in één power station. Ik ga weer naar binnen met mijn power station. Lekker aan de keukentafel met mijn computer zitten. Deze video editen. En tja, ik hoop je te zien in de volgende video. Vond je deze video leuk? Laat het me vooral weten. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan eventjes. En dan zie ik je in die volgende video. Tot later.